Zeg maar, ik mag hem De vorige keer had ik een abrupt, gemaakt, uh, abrupt einde gemaakt. En ik was gebleven bij de dood van onze profeet. Um, en ik heb jullie een, kort, een heel kort timeline gegeven van het leven van de profeet zonder de inhoud. Dus alleen de tijden. Wat die, wanneer heeft hij de openbaring gehad? Hoe lang is hij in Mekka geweest? Wanneer is hij naar Medina geweest? Terug naar Mekka en weer terug naar Medina, waar hij uiteindelijk is overleden. Dus, en ik was gebleven bij de dood van ons profeet. Ons profeet is doodgegaan in 632 na Christus, dus het christelijk jaartal. En dat komt overeen met ongeveer de 10e of de 11e Islamitische jaar. En hij zal zijn overleden op een maandag. Eh, in maart denk ik, wat een beetje overeenkomt met maart, begin van de lente. In het Arabisch kalender uh, heb je de eerste lente en de tweede lente. Rabia al al-thani. Dus de eerste lente zou ongeveer zijn wat wij hier vergelijken of zouden hebben als uh, maart. Um, ik heb een um, reactie gehad op uh, de, de, een van de eerste video's inmiddels van iemand van jullie. En die zei, en hij vond dat ik de hadith groot maak. Dat was zijn reactie. Uh, meneer, u maakt de hadith groot. Ik heb hier geen antwoord op, op zo'n opmerking um, oprecht. Ik, ben, ik probeer niet mensen te beledigen, maar hier heb ik geen antwoord op, want dit betekent dat je geen idee hebt wat hadith is. Daar komt het eigenlijk op neer. Als je vindt dat, hadith dat ik hadith groot maak, dan heb je eigenlijk geen idee wat hadith is, want alles wat jij als moslim doet, komt van de hadith. Dat is het probleem omdat alles wat ik als moslim doe komt van de hadith en niet van de Koran, in de praktijk. is het belangrijk dat we de hadith tegen het licht houden. Want ben ik dan als moslim goed bezig, ja of nee? En waarom heeft de hadith. Uh, 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 hoe noem je dat? het eerst plaatsgekregen in plaats van de Koran? Waarom zijn wij zoveel met hadith bezig? Dus voor mij was dat een shock dat iemand me vraagt. waarom maak ik de hadith groot? Dat is een shock, want alle moslims zijn bezig met de vraag van waarom niet met hadith dus als jij me mailt van waarom ben ik hier hadith aan het bespreken, ik heb daar werkelijk geen antwoord op, daar kan ik geen antwoord op geven, want je beseft niet hoeveel hadith aan gewicht in het schaal zet dus um, ik, ik, ik zou je adviseren om daar eerst in te verdiepen en dan zul je zien hoe vreemd het is dat je de vraag stelt, waarom maak ik hadith groot dus op, dat moment, op dit moment kan ik jou geen antwoord daarop geven, want het betekent je beseft niet wat de omvang is van de hadith. Iemand anders die gereageerd heeft en die zegt... ...ja, maar euh, zoals jij dat euh, euh, benoemt, want dat ons profeet euh, heeft gezegd... Van, ...schrijf niets over mij, maar euh, 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 neem het van mij aan, zei hij. Hij had een uitgebreide uitleg gevonden van de korte versie die ik jullie gegeven heb. De profeet zal gezegd hebben in zijn uitgebreide euh, hadith waar ik naar verwees... ...schrijf niets over mij, maar neem het van mij aan. En ik heb u verteld, dit is een beetje spelen met woorden. En dat is heel gevaarlijk. Spelen met woorden, want schrijf niets over mij, maar neem het van mij aan. betekent nog steeds. Schrijf niets over mij, neem het van mij aan. Betekent, dat betekent nog altijd. Je neemt wat aan van de profeet terwijl hij nog leeft en onder jou leeft. In, in jou, among the people. Tussen de mensen waar hij onder leefde. Dat betekent dat als hij doodgaat, dan kan je niets meer van hem aannemen. Dan stopt het. En dan moet je teruggrijpen naar de Koran. Dus die hele lange antwoord die je me gestuurd hebt, waarvoor mijn dank, verandert niets aan de zaak. Want jij erkent nog steeds dat het inderdaad klopt wat ik gezegd heb dat de hadith zei: neem, schrijf niets over mij. En ik heb je inmiddels ge uh, gemaild en ik heb je gezegd: pas op met spelen met woorden. Dat is een heel gevaarlijk slippery road waar we onszelf niet toe willen begeven. Uh, voor zover uh, uh, jullie antwoorden en, uh, en een laatste correctie heb ik volgens mij gisteren al gedaan dat was in moslim niet in bulgari, um, in moslim en uh, goed dat, dat was gisteren al behandeld dus we staan heel even stil bij de dood van ons profeet want toen begonnen de problemen en toen krijg je de sunniten en de shiite want wat is het probleem waarom waarom heb je sunniten en waarom heb je shiite wat is het mysterie waarom zijn wij gesplitst en waarom kunnen we elkaar niet uitstaan ik zal je daarvan een korte samenvatting van geven. Um, de splitsing tussen de sonieten en de shiiten. Zoals we weten, nadat ons profeet Mekke had veroverd, of terug had veroverd, of eigenlijk verovering klinkt zo akelig. Hij heeft Mekke niet veroverd, hij heeft teruggehaald wat van hun afgepakt is. Heel veel van zijn volgelingen waren gemarteld, gedood, hun huizen waren in de fik gestoken, hun spullen werden op straat gegooid, in de fik gestoken en, 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 en. En toen zei Allah voor jullie moeten gaan vechten, want het kan niet zo zijn dat uh, er met jullie gesold wordt en dat je niks doet. Je mag niet aanvallen, maar je mag verdedigen. Zij zijn teruggekeerd naar Mekka om te verdedigen wat van hun is, hun winkels, hun... een beetje wat er gebeurd is met de Joden in Europa. Toen ze eh, 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 allemaal eh, werden op, eh, opgesloten, ging iedereen doen wat hem of haar uitkwam met hun bezittingen, huizen, eh, wat ze achter hebben gelaten. En het is soms kippenvel, daar krijg je kippenvel van als je dat eh, zou bestuderen. Zoiets is gebeurd met de moslims die Mekka hebben verlaten om achter de profeet aan te gaan voor, van, vanuit veiligheidsoverwegingen. Ze waren niet meer veilig. Uh, de profeet werd aangevallen, laat staan zijn volgeling. En de profeet was een kind van El Mekka. Dat betekent de leiders van Mekka. Hij behoorde tot de elite-familie van Mekka. Uh, en zijn oom was een, een heethoofd, uh, die was bekend in Mekka. Niemand kon aan zijn familie uh, komen. En, en, en. En, en dat was altijd zo. En hij was gek op de profeet. En het was altijd zijn betrouwbare uh, neefje. Totdat de profeet op een gegeven moment. Uh, ze bij elkaar heeft verzameld... en heeft gezegd van... jullie hebben me altijd vertrouwd... en ik heb altijd uh, de titel gekregen van de emin... hij die altijd betrouwbaar is... zegt wat, wat er is... Uh, geeft af wat niet van hem is... en, op. Dus, en hij heeft ze eraan herinnerd... Uh, onthoud hoe jullie me altijd hebben gezien... en onthoud hoe jullie, hoe jullie zelf mij altijd hebben genoemd... namelijk de betrouwbare... vanuit dat mentaliteit... vanuit die state of mind... zou ik graag hebben dat jullie naar me luisteren en luisteren naar wat ik te zeggen heb. Namelijk dat ik een openbaring heb gekregen dat er een God is en die God zijn niet de poppen die jullie hier aan het aanbidden zijn. Pas op dat moment werd zijn oom, Abu Lahab, uh, uh, boos en uh, ben je nou gek? En dit en dat. Pas dan is zijn oom gestopt om de profeet te beschermen. Tot dan toe ...behoort de profeet... Uh, uh, ...tot de elite, nogmaals tot de leiders van Mekka ...en zijn familie, die hadden ook wat te zeggen... Uh, ...onder andere, dus... Um, ...dat is waar hij vandaan komt... ...daar is hij opgegroeid, daar is zijn leven... ...en dat heeft hij moeten opgeven... ...samen met andere mensen... ...dus... ...de verovering, of de verovering van Mekka ...klinkt het net alsof onze profeet... ...een soort oorlog heeft gevoerd... ...wat we nu zien... ...om land te pikken, of om... Uh, 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 te domineren of mensen te onderdrukken. Hij is teruggegaan naar wat van hem is. En hij had bij zich meer dan 120.000 mensen. Uh, denk terug in die tijd. In die tijd, 120.000 mensen ongeveer. Nou waren er wel de Ansar bij, mensen van de Medina, maar zeker ook een groot gedeelte van Mekka. Dat betekent dat minstens de kwart, zo niet de helft van Mekka van mensen was die het hebben moeten opgeven. Natuurlijk moest hij teruggaan. Daar is de Islam heel helder over. Dat hebben de Joden ook in hun Torah. Wat van jou is, moet je terugkrijgen, want je moet in dit leven geen slappeling zijn, want er lopen mensen over je heen. Dat is niet de definitie van een gelovige iemand. Gelovige iemand is: je zegt wat het is. Wat van jou is, is van jou, en dat moet je verdedigen. Punt. Dus met die met, met die boodschap is hij teruggegaan naar Mekka. Samen met hem 120.000 mensen. En het is heel belangrijk om dat uit te leggen, want je leest hier soms anti-islam uh, 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 schrijvers in Europa die Mohammed schetsen als een soort war -mongol. Van een uh, deur en hij ging en, en zelfs toen hij Mekka terug, dus toen hij Mekka had veroverd, heeft hij niemand aangeraakt. Hij heeft niemand gedood, uh, alle, alle slaven die hij uh, had, dat waren slaven die, die tegen hem ingingen om hem te beschadigen. Daarvan heeft hij gezegd: En ieder van jullie die krijgt de taak om mensen te onderwijzen. Dat is geen slaaf, dat, dat is niet de definitie van een de slaaf. Een slaaf is wat we hier hebben gezien in Marokko, in alle landen, in, 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 in een latere tijd. Die onderdrukt iemand, hij moet voor je werken, uh, akelig. Dus om, om te zeggen van de profeet dat slaven is ook een van de achterlijke dingen die ik kan zeggen. Hij heeft geen slaven. Dat zijn uh, mensen die in die oorlog tegen hem waren. En nogmaals, toen de oorlog over was en hij had de oorlog gewonnen... en Mecca was weer van hem en zijn mensen... heeft hij van die mensen gezegd... ik ga jullie niks aandoen, maar ik wil graag dat jullie mijn mensen gaan onderwijzen. Waarom? Hij was zelf analfabeet en dat vond hij niet fijn. Dus hij wilde graag dat mensen wel de onderwijs kregen... dat mensen om hem heen wel konden lezen en schrijven... En dat is het een beetje in een nutshell. Natuurlijk is er meer aan de hand, maar daar komt het een beetje op neer. En hij heeft de mensen gevraagd toen hij met Mecca binnenkwam: van, Raak niemand aan, beschade geen plant, beschade geen dier, beschade geen oude mens die niet kan vechten. Met andere woorden, vecht alleen met iemand die met jou vecht. En ieder die er buiten staat, moet je met rust laten. Ook mensen die poppen aan het aanbidden zijn. Dus dat was even. Uh, Even stilstaan bij uh, de verovering van Mekka, wat eigenlijk uh, geen terechte term is in, in mijn optiek. Dus kwam terug vanuit Medina, met hond, daar wordt gezegd meer dan 120.000 uh, mensen, om de laatste pelgrim te verrichten. De laatste Hajj. En dat wordt ook de laatste Hajj genoemd, want daarna is hij overleden. Dus op de terugweg vanuit Mekka, want hij wil terug naar Medina, ook weer een ander uh, argument wat voor hem pleit. Nadat hij Mekka had herveroverd, is hij daar niet gebleven. Dus het ging hem niet om hem. Want anders was hij daar gebleven en was hij daar leider. Dat had gekund. Mekka was van hem. Niemand zou hem stoppen. Maar hij heeft Mekka veroverd, heeft het teruggeven aan de mensen die dat horen te krijgen. En hij is teruggegaan naar de Medina. Hij heeft van zichzelf niet een soort koning gemaakt. Wat je hier ziet in de geschiedenis. Als iemand een land heeft veroverd, dan was hij meester en heer. Heeft hij niet gedaan. Terug naar Medina heeft alleen de Hajj verricht. Uh, uh, nogmaals terug naar de Medina met 120.000 mensen. Ergens halverwege tussen Mekka uh, en Medina is hij gestopt in een plek wat heet El-Jagda. En dat is een heel bekende, voor iedereen die Hadith heeft gestudeerd, weet je ongeveer waar ik naartoe uh, wil. Uh. Hij is gestopt om eens nog eens te onderstrepen. En te benadrukken en duidelijk te maken waar hij voor kwam als profeet. En om de mensen te vragen of hij zijn belofte heeft gehouden. En om de mensen te vragen of wat ze in de openbaring hebben gehoord, of hij zich daaraan heeft gehouden. En dat waren in ieder geval de zeer basis necessities van het geloof. Namelijk dat er een God is, dat die één is, dat er geen meerdere goden zijn. We hebben geen drie eenheid zoals de christenen. We hebben geen drie goden, we hebben geen vier, we hebben geen zes. Er is maar één God. En hij vroeg de mensen. Om dat te, te bevestigen. Of hij dat wel heeft ge, uh, 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 genoeg heeft benadrukt. En mensen hebben dat benadrukt, dat klopt. U heeft dat gezegd. Uh, uw boodschap was dat er maar één God is. En heeft gezegd: Heb ik jullie verteld dat er hemel en hel is? Ja, dat klopt. Heb ik jullie gezegd dat er een dag des oordeels komt? En dat we allemaal gaan opstaan? En we, dus de basisdingen die van jou een gelovige mens maken. Daarvan heeft hij gevraagd. Dat moesten ze bevestigen. Bij, zeg maar bij hem en in het aanzicht van allen. Met andere woorden, heb ik mijn taak volbracht als profeet? Ja, u heeft uw taak volbracht als profeet. D dat, was de, dat was de kern van dit verhaal. Maar dat niet alleen, en daarom vertel ik het. Een ander aspect van deze hadith, wat ze noemen, deze hadith heeft verschillende namen. Uh, uh, ze noemen hadith uh, al radr kham, dat is de plek, of hadith ethakaleen. En dat is een heel interessante uh, term omdat we weten dat het alleen gebruikt wordt in de Koran door Allah om te verwijzen naar de mens en naar de jins. De twee creaties die terecht zullen staan bij God. De mens en de jins. Want de jins zijn min of meer uh, parallel aan de mensen, ze zijn onzichtbaar. Goed, um, dus. Nadat hij heeft gezegd: Van heb ik mijn taak volbracht als profeet en de basisdingen, heb ik jullie dat geleerd? En, en, of de grote dingen eigenlijk, tegelijkertijd ook de basis die van jou geloof iemand maken, werd alles bevestigd. En toen kwam het. Toen zei hij: Ik zal jullie twee zaken achterlaten. Wie daaraan vasthoudt, zal nooit misleid worden. En toen, toen, begon, toen begon het wollig te worden tussen de moslims, tussen de sunnieten en de het, het Hier, tot nu toe gaat alles goed. Tot aan de dood van de profeet waren er geen soenieten en geen shiieten. Het is dit stukje wat ik jullie zou gaan vertellen, wat heeft gezorgd voor uh, uh, de splitsing. Hij zegt: Ik laat jullie twee zaken achter waar jullie aan moeten vasthouden. Alleen, dit is dus waarom ik moeite heb met de hadith. Want. In heel veel hadith lees je de ene versie, in heel veel hadith lees je het ander. Hoewel de meeste hadith zijn erover eens dat hij heeft gezegd: Ik laat jullie achter het boek van Allah. Houd aan één kant vast, want de andere kant houdt Allah vast. Dat is een heel metaforische manier van aangeven dat dat de. Je hebt in de Koran de, de uitdrukking wat Allah zegt: de taal waarmee de wereld verbonden is met Allah. Dat is niet letterlijk, dat is figuurlijk. Dat betekent je faith, je vertrouwen in Allah. Dat is de taal waarmee je verbonden bent met Allah. Dat is een, een soort sterke taal die niet breekt. En ons profeet maakt gebruik van die van metafoor. En hij zegt, die taal waarmee jullie jezelf verbinden met Allah... is de Koran. Want aan de ene kant hou jij die taal vast... en aan de andere kant houdt Allah hem vast. Dus... Um, en... En hier begint het probleem. Hij zegt, en het andere... En hier beginnen ook de hadith van elkaar te verschillen. Hij zegt, het andere is mijn familie. En hij, hij zou gezegd hebben, ik laat jullie het boek achter en mijn familie. Dat hoeft niet te betekenen, dat moet, en dat, dat betekent niet dat hij daarmee zijn familie vergelijkt met de Koran. Want islam kent geen heiligen, zoals christenen dat hebben en de katholieken. Voor ons is geen mens heilig, we zijn allemaal mensen. Dus, er zijn mensen die zeggen omdat ons profeet heeft gezegd van ik laat jullie het boek achter en mijn familie en uh, ik, ik vraag jullie in naam van Allah om goed voor ze te zorgen, betekent niet dat we hun moeten aanbidden, betekent niet dat we ze heilig moeten verklaren. Ze hebben een bepaalde plek, ze hebben status in, bij Allah, dat klopt, dat zegt Allah ook in de Koran. Ahlul Bayt, dat is, uh... maar dat betekent niet dat we ze moeten aanbidden, dat, dat zegt de Koran niet, dat zegt de profeet ook niet. En dit is waar de splitsing komt. Na deze uitspraak van de profeet, hebben de shiiten gezegd, oh, dus Ahlul Bayt, dus de familie van de profeet, zijn heilig. Dus we moeten ze gaan volgen, we moeten ze zo wat gaan aanbidden. En ik zeg aanbidden, omdat shiiten bijvoorbeeld, wij sunniten gebruiken namen als Abdurrahman, Abdurrazaq, Abdallah, Abdit, Shiiten gebruiken ook de term Abdel Hussein, de slaaf van Hussein. Wij zouden die ten Masonieten nooit gebruiken, want we zijn slaven van Allah. We zijn zijn dienaren. Dus als ik mijn kind Abdu wil noemen, dan noem ik hem altijd Abdullah of Abdul Rahman of Abdulrazak, Eén een van de 99 namen van Allah. Komt erachteraan. Maar nooit Abdul de dienaar van de profeet. Of in dit geval Abdul Hussein, wat Shiiten doen. Die noemen hun kinderen Omar's. Uh, om maar eens een, een voorbeeld te geven van hoe ver dit gaat bij de Shiiten. Dus je noemt je kind dienaar van Hussein. Waarom? Ze hebben deze hadith zo vertaald dat de familie van de profeet net zo heilig is als de Koran. De Koran zijn de woorden van Allah, dus we moeten ze min of meer aanbidden. En zij vinden dat wie ook. De profeet had moeten opvolgen na zijn dood, dat zijn de Shiieten, wie hem ook had moeten volgen na zijn dood, had het iemand van zijn familie moeten zijn. Te beginnen bij Ali, zijn, uh, zijn neef, die had hem moeten opvolgen. Dus de Shiiten zijn ervan overtuigd dat wat de Soenieten hebben gedaan, door Abu Bakr te installeren, de beste vriend van de profeet, en daarna Omar, dat dat eigenlijk het bedrieg, het, uh, dat, dat we daarmee de profeet hebben bedrogen. En dat we daarmee zijn familie in de steek hebben gelaten, waarvoor, waarvoor de profeet in zijn laatste uh, toespraak de moslims heeft gevraagd om voor ze te zorgen. Alsof hij wist wat er zou komen. En je krijgt er eigenlijk kippenvel van, want zijn klein neef wordt onthoofd door de moslims. Dus, dus hij vraagt de moslims: van, hou je vast aan de Koran en ik vraag jullie om goed voor mijn familie te zorgen. Want. De profeet had blijkbaar een gevoel van, als ik er niet meer ben, dan valt het allemaal uit elkaar. En het is waar ook. Zijn familie is uit elkaar gescheurd, zijn kleinzoon is onthoofd. Hoe, en dat is niet door de joden gebeurd, dat is niet door de christenen, dat is door de moslims zelf. Dus het, is, dus het is erg, er is iets, iets lelijks, iets ergs, iets extreems gebeurd. Juist datgene waar de profeet voor heeft gewaarschuwd, is gebeurd vlak na zijn dood. We zijn uit elkaar gevallen en we zijn elkaar gaan onthoofden. Dus in dat opzicht zijn wij als moslim, hebben wij als moslim geen enkel belang gegeven aan het verzoek van de profeet om te zorgen voor zijn familie na hem. En hij heeft het drie keer herhaald. In naam van allen vraag ik jullie, zorg goed voor mijn familie. Keer je niet tegen hun in. En dat is precies wat er gebeurd is. Maar tegelijkertijd is dit de splitsing tussen de Shiiten en de sunnite. De Shiiten hebben, dat mee, die hebben het opgepakt en die hebben gezegd van prima, dat betekent dat er na de profeet nog een, een lineage, een groep heiligen verder gaat hier op de wereld. En dat is Haili, dat is uh, dat, wat ze noemen de twaalf imams. Volgens de shiite hadden er nog tot aan twaalf imams de moslims moeten leiden vanuit Ahl al-Bayt, vanuit de directe familie van de profeet. En de sunnite, die hebben daar een soort democratisch standpunt in en die zeggen van nee, het, zijn niet, het moet niet per se de familie van de profeet zijn die de moslims leidt, het moet de leider zijn die gekozen wordt vanuit het volk. Dus dat is het verschil tussen de sunnite en de shiite. De shiite beroepen zich daarbij op deze hadith. En de zonieten die zeggen, de Profeet heeft niet gevraagd dat we zijn familie moeten aanbidden, of dat we ze moeten installeren als leiders, hij heeft alleen maar gevraagd dat we goed voor ze moeten zorgen. Uiteindelijk hebben nog de Shiiten, nog de sunnieten gedaan wat de Profeet wil. Want de Shiiten die zijn de, de, de al-Bayt gaan aanbidden, zo Zover dat, dat er heel veel Shiiten denken dat Hosein nog terugkomt, want uh, het was niet zijn tijd. Dus wat christenen vinden van Jezus, vinden de sjiiten van Hoezijn. Dat niet alleen. Ze vinden, er zijn sjiiten die zeggen dat uh, uh, Ali nooit dood is gegaan. Zijn naam Ali betekent hij die hoog staat bij Allah. Letterlijk nemen de sjiiten dat. Nee, hij staat hoog, dus hij is net als Jezus, is hij bij Allah, hij is nooit dood gegaan, hij komt nog terug. En er zijn sjiiten die zeggen: er is niet één Shiït, er is niet zoiets als de Shiït. Shiiten onderling zijn weer gesplitst in zoveel groepen. Dus dit zijn allemaal groepen wat ik jullie vertel. En er zijn Shiiten die vinden dat Hosein nog uit het graf zal opstaan en dat hij nog zal regeren. En ze geloven, ze hebben zo'n zo geloof, dat er engelen bij zijn graf zitten te huilen. Tot aan de dag van vandaag. Hun enige doel is om bij het graf van Hosein te huilen en te wachten tot hij opstaat. Want dan gaan ze weer in, in, in hem geloven en met hem vechten. Het gaat ver. Wat de hebben gedaan, gaat ver. Dat is meer katholisme. Dat, dat, dat gaat voor mij echt te ver. Ik, uh, ik kan daar niks mee. Ik, 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 ik hoop dat ik hier geen Sji'iten mee beledig. Maar voor mij, niet als zo, niet voor mij als moslim, gaat het me dat te ver. De Sji'iten aanbeden de Ahlul Bayt, zoals de moslims niet eens de profeet hebben gezien. We hebben hem gezien als profeet. Hij heeft respect gekregen, onze liefde en noem maar. Maar de shiiten schieten net iets door met het, het heilig gebeuren van Ahlelbeet. Het gaat te ver met de twaalf imams. En als je het mij moet vragen... denk ik dat dit de invloed is van de Israëliët. Dat denk ik oprecht dat dit de invloed is van de Joden in Persië. Wij weten dat de Joden in Persië vanaf 500 ongeveer 600 voor Jezus aanwezig zijn. Nadat ze, de, nadat ze bevrijd zijn vanuit Babylon. Ze waren bevrijd door Syriërs... Een soort uh, verbastering van een, een, een Persisch titel van een, een keizer. Volgens mij is het korus. Korus in het Persisch weet ik niet zeker. In ieder geval zoiets: korus of korus. En het werd Sirius Sirus genoemd in het Grieks en uh, Latijn. Hij heeft ze bevrijd. Die keizer, die Iranese keizer. Die Persische keizer moet ik eigenlijk zeggen. Het was een ander rijk. En vanaf toen genieten de Joden een, um, een soort bescherming in Perzië. En dat is goed en dat gunnen we ze. Maar dat betekent wel. Um, dat ze daar invloed hadden. De, of hebben heb kunnen uh, krijgen of kunnen uitoefenen. En wanneer je hoort dat de Shiiten in Perzië. Dat kan geen toeval zijn, jongens. Gebruik je hoofd en gebruik je hersenen. Wanneer je hoort dat Joden een speciaal plek hadden in Perzië al vanaf 500 voor Jezus. En Joden geloven natuurlijk in de twaalf stammen. Daar geloven wij ook in als moslim. Dat hebben wij ook in de Koran. Maar voor Joden bepaalt dat alles. Bepaalt dat hun geloof. De twaalf stammen. Van Israël. Wanneer je hoort dat Shiiten, ook uit Perzië geloven in twaalf imams die de moslims moeten leiden, dan kan het niet anders zijn als dat dit de infectie is van de Israëliët, wat we noemen in het Arabisch, oftewel de infectie van de Joden. De hadith die geïnfecteerd is door de ideologie van de Joden. Het is, het is geen rocket science, daar hoef je niet je hoofd te lang over na te breken. Dezelfde plek, dezelfde mentaliteit, dezelfde grondregel. 12, het getal 12. Joden hebben 12 stammen, Shiiten willen 12 imams. Waarom 12? Waarom moet het stoppen bij 12? Wat is er daarna gebeurd met Ahlul Hebben ze geen kinderen gekregen? Waren ze uitgeroeid van de. Hoezo moet het stoppen bij 12? In ieder geval, dit is wat Shiiten geloven: 12 imams hadden moeten komen vanuit de lineage van de profeet. En um, wat Sonieten hebben gedaan is, ze hebben telkens mensen geïnstalleerd die juist niet vanuit de lineage kwamen van de profeet. En daarom vinden de Siite de Sonieten bedriegers en verraders van de profeet. Daar komt het een beetje op neer. Maar wanneer je gaat kijken naar de Siiten zelf, is dat ook een bende op zich. Want um, wat er aan de hand is met de Siite, is dat. Ik denk dat de grote meerderheid van de Siiten, als je dat gaat bestuderen, ze zijn erover eens dat Ali de opvolger had moeten zijn van de profeet. Maar en ieder die daarna naar Ali kwam, waren ze niet over eens. De shiiten onderling waren constant aan het vechten. Want dan vindt die groep dat dit had moeten zijn, nee, dat die had het moeten zijn. Dus na elke imam die ze gehad hebben, begon de ellende opnieuw. Onderling, de shiiten onderling. Want die vindt dat dit moet zijn, die vindt dan die en dan wie. En, en die vindt dat Ali niet dood is gegaan en, en die vindt dat Hussein niet dood is gegaan. En een beetje het verhaal van Jezus is wat er speelt bij de shiiten. En het is ook vanuit de kant van de Shiite dat we zoiets hebben gekregen als al al montawar Wat, je, wat de christenen zien als Jezus, de, de wederkomst van Jezus, the second coming of Christ, dat, dat is ook uit die hoek gekomen. Wat nu verder verspreid is onder de Sunnieten, ironisch genoeg. Aan de ene kant zeggen de Sunnieten wij zijn tegen de shiite als het gaat om hoe zij hun uh, geloof uh, bepalen. Aan de andere kant hebben we dit aangenomen van hun. De Mehdi el-Muntalar, el-Mehdi el Dat is big voor de Shiiten. Daar zitten ze op te wachten. En ook dit, en dit is waarom de Shiiten goed na moeten denken. Dit is een uitnodiging, want ik heb hier wat Shiiten die naar mijn kanaal luisteren en me af en toe wat vragen stellen. Jongens, denk na. Jullie hebben de twaalf imams, hebben jullie overgenomen van de joden, het concept van de joden, van de twaalf is, uh, uh, stammen. Dat is niet het enige bewijs dat joden jullie hebben geïnfecteerd met hun ideologie. Het andere bewijs is dat joden nog steeds zitten te wachten op de Messiah. De Messiah die hen komt bevrijden. Jullie Shiiten zitten te wachten op de Mehdi Montadar. Is potato, potato. El Mehdi el is afgeleid van Huda, hij die jullie gaat leiden naar God. Daar zitten jullie op te wachten. En ik denk dat als ik Shiït zou zijn geweest, dat ik dit heel erg onder de loep zou houden. Want de vergelijkingen tussen de Joden en wat ze gemaakt hebben van hun geloof en de Shiïten is groot en daar kan je niet omheen. Het, het gaat niet om wat je in je dagelijks leven doet, het gaat om wat ze noemen de mijlpalen, die grote pilaren. Die hoog boven de grond staan. En dat zijn de twaalf stammen. Jullie hebben de twaalf imam's. En de Joden zitten nog steeds te wachten op de messiah. Voor de Moslims en voor de christenen is dat Jezus. Joden hebben hem vervolpen, ze zitten nog steeds te wachten op de messiah. En die gaat nooit komen, want dat was Jezus en daar hebben ze mee gedeeld. En de Shiiten en heel veel moslims samen met hun zitten te wachten op de muntadhar Oftewel de terugkomst van de Messiah. Alleen voor hen is dat niet Jezus, nee dat is weer iemand anders. Dat zal weer een nieuw Messiae zijn. Dus het gaat te gek, het, het, het is te gek, het is één bende. Waar heeft dit allemaal mee te maken, deze chaos, met deze hadith? De hadith waarin de profeet heeft gezegd, ik laat jullie achter de Koran en mijn familie. En nogmaals, het is belangrijk dat je dit gaat bestuderen, zodat je de nuances ervan kan inzien. De Koran heeft hij achtergelaten. En hij zegt, ik laat jullie de Koran achter om jullie te leiden. Als hij ons zou leiden, als de, profe als de profeet uh, uh, van zichzelf vindt dat hij de leider is na zijn dood, dat zijn sunnah ons zou moeten leiden, dan zou hij dat gezegd hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt, ik laat jullie de Koran, dat zal jullie verlichting zijn en dat zal jullie leidraad zijn. En mijn familie. Dat is appels en peren. Voor dit een geeft hij aan wat voor doel het is, namelijk dat we daarvan uh, moeten leren hoe we moslims moeten zijn. En voor het andere vraagt hij bescherming. Dus hij vraagt de Koran als leidraad, zegt hij. En hij vraagt uh, uh, onze loyaliteit en bescherming voor zijn, voor zijn familie, voor Ahlul Bayt. Alleen bij zijn uh, formulering van mijn familie heb je weer een ander probleem. Hij heeft de de, de, Arabisch, de oude Arabische formulering gebruikt, Aitreti. En Aitreti betekent niet alleen maar eh, Ali en, en zijn zoons en dochters en vrouwen. Aitreti en, betekent zijn hele familie. Eh, Benu Hashim is Rasool. Dat is zijn hele familie. Dat is een beetje iedereen met jouw achternaam. Stel nou dat je heel veel ooms en tantes hebt, en ze hebben heel veel kinderen, dan zijn dat allemaal jouw Aitreti. Dat is allemaal jouw familie. Jou, ja, extended fam, alles wat erbij hoort. Dus ook dat hebben de shiiten niet goed gepraktiseerd. Want zij hebben van Aitreti een definitie gemaakt. wat voor hun inhoudt alleen de directe bloedlijn van de profeet. En dat is niet de Arabische vertaling daarvan. Dus dat had iedereen van Ben-Hashim kunnen zijn. Van de profeet, van de familie. Waarom hebben ze alleen maar gefocust op Ali? Er waren andere mensen van de profeetsfamilie familie. die met hem ook uh, zij en zij hebben gestaan. Uh, in zijn. Uh, in zijn journey, in zijn, in zijn, bij zijn openbaringen, noem maar op. Dus ja, ik ben tegen hadith. En ik vind dat wij sunniten de plank hier en daar hebben misgeslagen. Maar ik ben ook absoluut tegen hoe Sha'ite de hadith hebben uh, toegepast en gepraktiseerd. Omdat dat voor mij nogmaals heel veel Joodse elementen heeft. En heel veel katholieke elementen. Namelijk, geen mens is heilig voor de moslim. We zijn allemaal mensen. En shiieten zijn net ietsjes doorgeschoten met heilig verklaren, zalig verklaren van Ali, van Hussein, van Hassan, van andere imams. Dat ze zo ver gaan dat er engelen zijn. Dat de Sjiïten, dat is echt erg dat er shiieten zijn die zo ver gaan om te zeggen dat er engelen zijn die als doel hebben bij het graf van Hussein gaan zitten huilen. Dat is erg. Terwijl Allah zegt dat engelen één taak hebben, dat is erg. Het gehoorzamen van Allah, het aanbidden van Allah, vergeving vragen voor de mensen op aarde. En niet dat ze ergens bij een graf gaan zitten. Daarvoor zijn ze echt niet gemaakt. Daarvoor zijn de engelen niet gemaakt. Ze zijn gemaakt om Allah te dienen. Ze zijn gemaakt om de mens te dienen en in opdracht van Allah altijd. Dus in dat opzicht vind ik dat de shiiten extreem zijn doorgeschoten in bijna het aanbidden van Ahlul Bayt. En het gaat nogmaals richting de christenen, richting... De katholieken. Ik kreeg een reactie, was ik vergeten te vermelden aan het begin. Ik kreeg hier een reactie met een van jullie die naar me zit te luisteren. En je laatste reactie was van, ja broeder, deze mensen hebben kennis gekregen van Allah. Waar we ons eh, kennis van overnemen. En ik heb je net verteld, en het is ook wel, eh, ik vind het ook wel prettig om te vermelden hier voor de mensen die alleen maar luisteren en niet comments lezen. Ik heb je net verteld, als dat waar is wat je zegt... Als dat waar is, dat we deze mensen die de hadith hebben doorgegeven on, ongevraagd moeten accepteren, blindeling moeten volgen. dan hadden we nooit zoveel sahihs gehad. Dan hadden we nooit minstens 6000 hadiths gehad. En die van die 6000, dat is alleen maar wat gefilterd is uit duizenden anderen. Duizenden anderen. Ja? Als dat waar is wat je zegt, dan hadden wij niet minstens zes geleden van de zoveel geleden die we allemaal erkend hebben hebben wij niet de zes grote geleerden. En je weet waar ik het over heb. Over Bulgarië, Moslim, Termidi, noem maar op, Ibn Malik, en, en, en. En het zijn allemaal mensen die niet overeen zijn met elkaar. Dat zijn mensen die, net wat ik je verteld heb, net als de gospels. We hebben de gospel van Mark. En toen kwam Matthäus en die zei, nee, dat klopt niet helemaal wat Mark zei. Het ligt net wat anders. En toen kwam... Um, uh, Luc, die zei... Nee, het klopt niet wat Mark en Matthäus zeggen. Het ligt wat anders. En toen kwam Johannes en die zei... Nee, het klopt niet wat Mark, Matthäus, Luc zegt. Het ligt wat anders. Jongens, wij zijn niet anders. Als moslim moet je wakker worden en dit beseffen. Wat christenen hebben gedaan met hun gospels... De gospels zijn niet één. Wat christenen denken... Oh, het is de Bijbel van God. Het, de Bijbel is aan het vechten. In zichzelf, met zichzelf. Dat zijn gospels die met elkaar vechten. Want Mark vindt dat Jezus... Dat Jezus nooit op, uit het graf is opgestaan. Matthäus vindt dat hij uit het graf is opgestaan. Uh, Mark vindt dat Je, Jezus daar is geboren. Matthäus vindt dat Jezus in het zuiden is geboren of in het noorden of andersom. Ze vinden dat hij geen God is. Johannes vindt dat Jezus God is. Hetzelfde hebben wij hier te maken met Hadith, weliswaar in een andere context. Wat Bulgari heeft gezegd is niet wat uh, moslim zegt. Bijvoorbeeld, neem het voorbeeld. De Sahabi die deze hadith heeft doorgegeven heeft wat ik jullie net verteld heb over wat de Profeet zei over Thaqaleen, de boek en mijn familie. Van die Sahabi die heeft 70 hadiths achtergelaten. Bukhari accepteert er maar twee van, terwijl de hadith zegt dat deze Sahabi zijn betrouwbaarheid daar getuigt zelfs Allah voor in Surat al-Munafiqun. Dus zelfs van de Sahabi, waarvan moslims zelf roepen, dat is, nog, dat is het trieste, dat is om je kleren te scheuren. Waarvan ze zelf zeggen: Volgens de hadith getuigt Allah voor zijn betrouwbaarheid. Zelfs daarvan accepteert Bukhari maar twee, Een moslim zes, en Bukhari twee. Dus dat jij tegen mij zegt: Maar meneer, u heeft het over geleerden, u heeft het over de mensen die Allah licht heeft gegeven en kennis, dat is onzin wat je zegt. Dat is echt, dan ben je gewoon aan het napraten. Want dan heb je je huiswerk niet gedaan. En je bent dan aan het napraten omdat wij hebben juist zoveel verschillende imams met hun sahihs, omdat ze elkaar corrigeren. Wat die vindt, vindt die niet. Wat die vindt, vindt die niet. Of, op zijn minst, wat de versie van Bulgarië is, is niet de versie van moslim. Zoals deze uitspraak. Allemaal sahih. De een zegt, de profeet heeft gezegd, ik laat jullie mijn boek achter en hij die. Ik laat jullie mijn boek achter en familie. Nee, ik laat jullie mijn boek achter en mijn soenna. Dus het argument van de moslims, van ja, maar dit zijn mensen die Allah kennis heeft gegeven, is onzin. Houdt geen stand. Dat is een zwak argument. Dat is niet het argument waar je die discussie mee moet ingaan. Je moet echt aankomen met feiten, met studies, met conclusies. Van ja, maar dit zijn mensen die vervolgen is juist waarom wij zo beroerd aan toe zijn. Het blindeling volgen van ja, maar wie zei tegen jou dat Allah hem die persoon kennis heeft gegeven? Heeft hij jou dat op een papiertje gegeven? Wat zegt Allah in de Koran over Joden en Christenen? Die zeggen wij gaan naar de hemel. Wij gaan naar de hemel. Wat zei Allah tegen die Joden? Heb ik jullie een briefje gegeven waarin dat zo staat? Of is het aan mij om te bepalen wie wat waar naartoe gaat? Het is hetzelfde wat wij hier doen. Ja maar die mensen, die mensen, dat zijn de mensen die de moslims moeten leiden. Waar heb je dat van? Van wie heb je dat? Heeft de profeet dat achtergelaten? Heeft hij gezegd: Bogari en moslim en die en die moedje? Dat heeft hij niet gezegd. Dus het blijft een menselijke vrijheid om te kiezen. En gek genoeg hamert zelfs de hadith op logica. Weet je dat heel veel hadith zijn afgewezen omdat Bogari ze niet logisch vindt? Niet betrouwbaar, niet, nee, hij zegt van het klinkt niet logisch in mijn menselijk brein. Dus logica was een van de filters om hadith af te wijzen. Dus jouw reactie van wij horen deze mensen blindeling te volgen, vind ik een heel eng reactie. Vind ik een, dit, is, dit is juist waarom we er zo aan toe beroerd zijn als moslims. Wij onderzoeken niet, wij volgen alleen maar. Het is heel eng. Ik hoop dat jullie afstappen van die mentaliteit. En dat je niet een discussie of een dialoog ingaat met van ja, maar die mensen hebben kennis gekregen van Allah. Want dat is nergens op te baseren. Dat is, dat is gewoon, dat is echt koffiedik en dat is, daar kan je niks mee. Kom met conclusies, met studies. Wees niet lui. Doe je studie zoals ik je ziet doen. Dat, is, dat kost ook mijn tijd, mijn energie. Kom met studie, kom met je conclusie en niet van jij ja, met die mensen moeten vervolgen. Daar dat ben ik zo allergisch voor. Het is echt het ergste wat iemand tegen me kan zeggen in een discussie. En de mensen die telkens een nieuw sahih uitbrengen, weet je waar zij zich gaan op beroepen? Ze zeggen ja, maar de profeet heeft verschillende toespraken gehouden. En dezelfde boodschap heeft hij in verschillende toespraken anders geformuleerd. Dus wij hebben het recht om toch weer ons versie naar buiten te brengen. Maar een formulering bepaalt heel veel de strekking van de boodschap. Dat is het eerste wat je leest als je grammatica lessen krijgt. Waar leg je de nadruk op? Als voorbeeld, wie staat er aan mijn deur? Je kan de nadruk leggen op wie. Dat betekent, je bent geïnteresseerd, wie is die persoon die aan mijn deur staat op mijn deur staat te kloppen. Of de nadruk aan... aan mijn deur. Wie is die persoon die aan mijn deur... staat te kloppen? Wie heeft het lef om op mijn deur te kloppen? Dus de formulering en de nadruk... verandert de boodschap en de inhoud. Dus dat we zoveel mensen hebben... die telkens met een nieuw sahih komen... omdat ze zeggen van... ja maar de formulering van de profeet... verschilt daar en verschilt daar... betekent dat we eigenlijk... we zijn, nog, we zijn terug bij af omdat er heel veel verschillende formuleringen zijn en ze zijn allemaal sahih, zijn we in een cirkel, kunnen we geen enkel keus maken. Dat geldt ook voor deze hadith, waarin de profeet op zijn, op zijn zo, vlak voor zijn sterfbed heeft gezegd, het boek en de familie. Ik zie verschillende versies te vinden, allemaal sahih. Dus wat moeten we kiezen? Waar moeten we voor kiezen? En dit is wat hadith tegelijkertijd ook een handicap geeft. Het is maar wat je zelf wil kiezen en het is maar wat je er zelf van wil maken. Dit probleem heb je niet met de Koran. De Koran is zoals die is, er is één versie van de Koran. Punt. Hadith heeft een handicap. En dat is juist omdat ze dubbel formuleringen hebben opgenomen, is dat de handicap van de Hadith, dat je als moslim dan niet weet waar de nadruk op legt. En ik blijf nog bij deze hadith, want het is heel belangrijk. Je raakt daar niet over uitgepraat, want er zit zoveel in. Neem de formulering van de profeet. Die gezegd zou hebben, ik laat jullie twee zaken achter. In het Arabisch is dat in deze hadith. Thakaleen is afgeleid van gewicht. Thakil is zwaar. Dat betekent: ik laat jullie twee zware dingen achter. Over deze formulering en de definitie daarvan zijn de Olemmes niet uit. Jij die tegen mij zegt dat ik olemens moet volgen. Wie moet ik volgen dan? Olemens zijn er niet uit en iedereen heeft weer zijn eigen interpretatie. Als ik terug ga naar de, naar de Koran, dan vind ik deze term, precies dezelfde term, nogmaals, wordt door Allah gebruikt om de mensen en de djins aan te duiden. En Allah zegt op de dag des oordeels zal ik tijd voor jullie hebben. Met andere woorden, dan zijn jullie op dat moment waar ik me bezig ga, want hij is nu bezig met... Allah zegt in de Koran dat hij het universum heeft gemaakt en het universum wordt groter gemaakt. Hij is het elke dag is dit groter aan het maken. En, en, en dus, de expansion of the universe, wat je leest in allerlei uh, Wetenschappelijk onderzoeken, hebben wij in de Koran. Het universum wordt groter en groter. Dus, hij is bezig met letterlijk het beheer van de wereld, van het universum. Orders geven, regeren van zijn creatie. En daarom zeggen de moslims: als Jezus God is en hij is drie dagen dood gegaan, wie heeft de wereld beheerd? Snap je? Dus, dus het takaleen heeft Allah gebruikt om de djins en de mensen mee aan te duiden. Maar hiervoor kiest de profeet om dat te gebruiken om de Koran en zijn familie aan te duiden. Dat is vreemd. Waarom heeft hij dat gedaan? Niemand kan jou dat uitleggen. Verschillende o'leymes hebben verschillende vertalingen en het is allemaal gissenwerk. Het is hun eigen gissenwerk. Iets anders wat ik vreemd vind, ook tegen jou die tegen me zegt dat ik de o'leymes moet volgen, deze overlevering is in naam van verschillende Sahabas doorgegeven, onder andere van Ali, de neef van de Profeet. Gek genoeg krijgt Ali geen aandacht. Dat is wij moslims zijn vreemd, we zijn vreemde wezens. Ali krijgt geen aandacht in deze. Wie krijgt de aandacht? Zaid bin Arkam. Die krijgt alle aandacht. En het is zo vreemd dat later zijn mensen naar deze zijde Ben Arkam gegaan om van hem nogmaals het verhaal te horen. Waarop hij zei: Jongens, ik ben oud, ik weet het niet meer. De Profeet heeft zoveel dingen verteld, ik ben oud, sorry, ik weet niet meer wat de Profeet letterlijk heeft gezegd. En nog pushen we door. Dus a, ah, we geven geen, ge geen waarde aan Ali. En nadat deze Ben Arkam zelf aangaf in diverse hadiths. Dat hij niet meer weet wat hij gezegd heeft. Dat hij niet precies weet wat de profeet heeft gezegd. Is Ibn Arkam die nog alle aandacht krijgt. Zoek het maar op. Google het maar op. De persoon die het eerst naar boven komt. Is Ibn Arkam. Zeed Ibn Arkam. En dan zeg jij tegen mij. Die olemens hebben kennis. Met andere woorden, wie ben jij? Prima. Hoe ga jij hiermee om? Of doe je natte vingerwerk? Um, en dan kijken. Oh ja, die voelt goed. Daarom zeg ik jongens. Hier hangt je ziel vanaf. De salvation, wat christenen noemen de salvation van je ziel, hangt hier vanaf. Dit moet niet giswerk zijn. Dit moet niet Russisch roulette. Dit moet niet van hoe vallen de kaarten, mijn onderbuikgevoel. Uh, ik voel het aan mijn klompen. Dit, dat zeggen we allemaal als we een pak suiker gaan halen. Doen we dat bij de Albert Heijn of bij de Jumbo? We hebben het hier over de salvation van je ziel. Dan moet je dingen die onzeker zijn, moet je opzij laten. En dan is er maar één constant factor en dat is de Koran. Dus dat argument, jongens, alsjeblieft, gooi het nooit meer in mijn gezicht. Ja, maar dat zijn mensen die. Van, wie heeft alles benoemd in de Koran? Heeft alles benoemd in de Koran? Heeft de profeet een brief achtergelaten van volg die mensen na mij? Als hij dat had gedaan, waren we nu niet in uh, 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 chaos. Wie gaat volgen? Dan hadden we niet Shiite, Sunnite, muite, Kutite. Dan was dit niet allemaal aan de hand. Dus het is allemaal menselijke vrijheid en jouw eigen gevoel. Dit is gevoel. Dit is, dit is wat we noemen. Ik, ik voel het. Het voelt goed of niet. Het is allemaal giswerk. Waarom zou je dealen met giswerk terwijl je een Koran hebt? Die constant is, is niet veranderd. Ik zit jullie te vertellen, er zijn Engelsen die steeds met nieuwe technologieën de Koran aan het uh, onderwerpen zijn aan allerlei testen. Nog altijd komt eruit dat we nog altijd een Koran hebben die zo ver teruggaat tot aan begin 7e eeuw. Dat is eigenlijk de tijd waarin de profeet heeft geleefd. Want hij is 633 dood gegaan. Dat noem je de 7e eeuw. De zevende eeuw is niet die eeuw zelf. Het is 600 noem je de zevende eeuw. Want het is, we gaan naar... Dat kunnen we niet zeggen van de hadith. Hadith is jaren later. Honderden jaren later. Bulgari is wat 130 jaar later geboren. Na de dood van de profeet. Dus waarom zijn we kop gekiezen voor de hadith en om te hangen aan de hadith en niet de Koran? Het, het is erg. Het is echt erg. Deze vraag... Deze vraag zou nooit gesteld moeten worden: kies ik voor de Koran of voor de hadith? Kies ik voor beide is niet goed, want dan zet je iemand gelijk met Allah, met de Koran. Je moet niet op veilig spelen. Dit is, we gaan geen spelletje spelen met God. Ik speel op veilig, ik kies alle twee. Dat is, dat is wat Allah noemt de hypocrieten. En weet je wat het voorbeeld is van dit soort? Vroeger zeiden ze tegen de profeet: Maar Mohammed, waarom kunnen wij Mekka niet gebruiken voor en de poppen en voor jouw God? waarop de profeet zei... geen denken aan. Ik doe niet aan handel in God. Ja, zeiden ze... de ene jaar aanbidden we poppen... de andere jaar aanbidden we jouw God. Je kiest waar je voor kiest... en je bekent je kleur... en je blijft erbij. En niet van spelen op veilig... we slaan, we doen twee. Nou, dat is een beetje wat we doen met hadith. We spelen op veilig en we doen twee. Nee. Je moet zelf verzekerd zijn van je geloof... dat je zegt... Allah en Koran alleen zijn voldoende. Want anders knabbel je af aan de compleetheid van de Koran. Terwijl Allah dat zegt in duizenden versies. Dit boek is compleet, dit boek is duidelijk, dit boek legt zichzelf uit. En dan zeg jij, nee hoor. Hadith maakt de Koran compleet. Hadith maakt de Koran uh, duidelijk. En, en dan gaan we kijken naar de hadith. Blijkt dat het een soort uh, Swiss cheese is. Het heeft allemaal gaten. Het is nog rechts, nog links, nog boven, nog onder. Het is nog het een, nog het ander. Van één uitspraak van de profeet heb je in de hadith tien verschillende versies. Elk versie legt de nadruk op een andere inhoud. Waar zijn jullie mee bezig, jongens? Waar zijn jullie mee bezig? En dan klap op de vuurpijl. Dit, dit is waarom hadith te gek is. Dit, dit is waarom ik hadith niet serieus kan nemen. Ik heb jullie verteld in een eerdere video. Omar was tegen geschreven hadith over de profeet. Zo erg dat hij iemand een keer tegen de grond heeft geslagen. Om de vraag eens te stellen: waarom was dat nodig? los daarvan, want dat is wat hadith van Omar maakt iemand die rechts en links mensen slaat blauw, oh, blah, blah, blah. prima terwijl, er zijn moslims die zeggen van hij was een van de meest tedere mensen op aarde maar dat laten we, dit is wat hadith maakt die gaat, die gaat van alles zaaien in je hoofd, over sahaba over, nogmaals maar hier heb je het, dit is waarom ik hadith niet serieus kan nemen, dan zeggen we in hadith Omar was tegen het geschreven woord over de profeet, zo erg dat hij een keer iemand tegen de grond heeft geslagen en dat hij tegen naar de profeet rende om te zeggen van profeet staat dat niet toe. En, en, en. en ik heb jullie verteld wat daar mis mee is. Want dat betekent dat Omar in dit geval. De profeet leert wat hij wel of niet moet doen. En als je dat accepteert. Wat moet ik daarop, wat moet ik daarop zeggen? Waar, zijn, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Prima. Omar is tegen het geschreven woord. Wat lezen wij hier in een andere versie van, van deze Thakaleen... Wat de profeet achter zou hebben gelaten, dat het juist Omar zou zijn die gezegd zou hebben: Nee hoor, de formulering die de profeet heeft gebruikt is Koran en Sunnati. Koran en Sunnati. Sunnati is mijn manier van doen. En er wordt gezegd, dit wordt teruggelinkt naar Omar, onder andere naar Omar. Wa Abdullah bin Omar, uh, Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, Abu Huraira. Wordt in één adem uitgesproken als Omar. Terwijl Abu Huraira in de hadith heeft gezegd: Jongens, ik zit jullie hier dingen te vertellen. Als Omar nog in leven zou zijn, zou ik het nooit hebben gedaan. En nu is Omar dood. En nu zijn de mensen hadiths aan het fabriceren. En ze gebruiken Omar in dezelfde categorie als Abu Huraira. Krijg je hier geen kippenvel van, jongens? Iemand is dood en dus kunnen we in zijn. Dat hebben de christenen gedaan met de Gospels. Wat jij misschien niet weet van de gospels, wat de christenen niet weten, is de gospel van Mark is niet geschreven door Mark. De gospel van Matthäus, niet door Matthäus. En je raadt het al, de gospel van Lucas is niet geschreven door Lucas. Het is in naam van, zeggen de christenen. De gospel volgens Mark, de gospel volgens Lucas, de gospel volgens Matthäus. Waarom? Ze gingen dood, die mensen zijn dood en hun naam werd gebruikt als een soort Coca-Cola merk. Als we Coca-Cola erop zetten, dat betekent dat het lekker is op... Hetzelfde doen we hier. Omar is dood en nu hangen we van alles aan hem en we spreken hem uit in dezelfde adem als Abu Huraira, terwijl Abu Huraira zelf zei: ik, ben, ik was altijd bang voor Omar. ik mocht niks over een hadith vertellen. Jongens, word wakker, doe je onderzoek, want hoe meer je de hadith gaat onderzoeken, hoe meer je schokt, hoe meer je schokt, je krijgt kippenvel en je snapt hoeveel gaten er zijn in de hadith. En je snapt waarom Hadith nooit heilig kan zijn. En waarom het niet, niet de leidraad zou moeten zijn die het nu is. En waarom we allemaal terug moeten keren naar Allah, naar de Koran. In een andere versie van deze uitspraak lezen wij, onder andere van Bulgarië moslim. Sorry, niet in Bulgarië en niet in moslim. Wat je leest in moslim is net een ander nuance. Dit is wat hij zegt. Fikum Ik laat jullie twee dingen achter, twee zware dingen. Kitab Allah, het eerste boek van Allah. In, in dit boek zullen jullie de leiding en het licht vinden. Zover, geen enkel probleem, want dit staat ook in de Koran. Allah zegt, ik heb de Joden de Torah gegeven. In de Torah zit leiding en zit verlichting. Precies de, de term die wij hier lezen over de Koran. Zover, heb ik geen probleem met deze hadith. Kitabullah fihima al-huda wan-nur. Kitab Allah Neem of volg of praktiseer het boek van Allah. Wa stemsi ko bihi. En hou eraan vast, laat het niet los. De Koran let op, voor jullie voor hadith mensen dit is moslim, de beste naar Bukhari die heeft de meeste aanhangers naar Bukhari voor de hadith mensen, luister goed Koran, waar stemt en hou vast aan de Koran met andere woorden de profeet bleef, bleef mensen op het hart drukken hoe belangrijk Koran is met andere woorden hij wil dat mensen Koran willen niets anders behalve Koran ثُمَّ En hij zei... بَيْتِي En de mensen uit... Letterlijk, letterlijk vertaald uit mijn huis. Mijn, mensen van mijn huis houden. أَذْكِرْكُمُ Allah فِي أَهْلُ andere woorden... Ik vraag jullie in naam van Allah om... En letterlijk vertaald is dat om mijn, om mijn familie. Hij heeft niet gezegd wat we precies moeten doen. Zegt een moslim... O de Allah lafi al-beiti, o de Allah lafi al o de Allah lafi al drie keer. Al-beiti zijn geen heilige boek. Dus dat is een categorie. Dus dat betekent, dat is vanuit de emotie van de profeet en zijn liefde voor zijn familie. Dat snappen wij, snapt iedereen. Mensen waar je van houdt, wil je voor zorgen. Dus dat nemen we aan, sluiten we op in ons hart en we zetten het opzij. Het gaat om van wat volg je om moslim te kunnen zijn. Dat is het eerste waar hij mee begon en dat is de Koran. Jullie die hadith volgen, dit is een hadith, sahih, nogmaals, in moslim, de grootste na Bukhari. Dan zijn we er. Maar nee, dan beginnen we te breien. Dan haalt iedereen zijn brei zit uit de kast van zijn oma en dan beginnen we te breien. We breien dit, we breien wat zou dit, ja maar had, maar had dit kunnen zijn, en maar hij zei dit, maar hij, en dan beginnen ja dan maar, en dit, en zus, en zo. Waarom? Zo zijn wij, ook. Daarom zeg ik, moslims, wijs niet naar een jood, wijs niet naar de christenen. Geen enkel moslim, met gesprek met mij, moet naar een jood of naar een christen wijzen, want we zijn net zo erg. Net zo erg zijn we met fabriceren. En we nemen het ervan, en we leggen onszelf geen enkel beperking op. Iets anders is. Waar je vragen bij kan zetten. We lezen in de Koran hoe je met elkaar omgaat. In je seksuele relatie. Als je een relatie hebt met iemand. En er wordt gezegd: ja, maar de Sahaba's die hebben van de profeet alles geleerd. Hoe zouden ze van de profeet geleerd hebben hoe hij zijn seksueel contact had? Met zijn vrouw. Heeft dat je nooit aan het denken gezet? Jullie die zeggen: hadith vertelt ons alles. De Koran gaat zoveel om ons te vertellen. Wat Allah verstaat onder een seksueel contact tussen mensen die met elkaar zijn verbonden? Hoe, zou de Hoe zouden de Sahaba's dat moeten getuigen of door moeten geven over de profeet? Allah leert ons in de Koran dat zijn Sahaba's, als ze naar hem toe kwamen, gingen ze hard roepen: Ah, Mohammed, Allah, kom naar buiten. Als een soort groenteman in Marokko, roepen en gillen. Wat zei alleen de Koran? Zo ga je niet met de profeet om. Je gaat niet naar hem gillen achter zijn huis. Van kom naar buiten. Zo ga je niet met hem om. Dus, er zijn zelfs uh, 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 manieren geschreven over van hoe, hoe val je de profeet lastig in zijn huis? Juist door hem niet lastig vallen. En hoe zouden deze sahabes moeten weten hoe, hoe, hoe seksuele relatie eraan toegaat? Tussen in dit geval met een vrouw en wat de profeet gezegd zou hebben. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Is het is niet een voorbeeld waar je aan denkt, maar het is een voorbeeld waar je erbij kan halen. En geloof het of niet, geloof het of niet, Hadith is zo, die had het lef gehad om hierover iets door te geven over de profeet. Namelijk dat de profeet één uur per nacht had om seks te hebben met al zijn vrouwen. Waarop iemand zei: Is dat mogelijk voor een mens? Waarop een ander zei: Natuurlijk, de profeet had de kracht van dertig mannen. Laat daar dit op je inzinken. Laat dit op je inzinken. Kauw en herkauw dit. Wat doet dit met jou als iemand dit vertelt over zo'n intiem stuk over de profeet. En het ligt daar gewoon open in de hadith. Krijg je daar geen kippenvel van? Dat hadith zoveel gaat om zo over de profeet te praten. Zijn intiem huishouden, ehlulbeid, zijn vrouwen. Zijn... Het ligt gewoon open in het publiek. Per nacht één uur met alle vrouwen. Seks. Jongens, waar zijn we mee bezig? Werkelijk, we zijn een ver afgedwaalde volkje, mogen alle ons leiden naar het rechte pad. Voor nu laat ik het hierbij jongens, ik spreek u inshallah in het volgende deel.